jullie zien krijgen. Een hele grote glimlach op je gezicht. Want je bent na lang blessureleed weer terug. Hoe voelt dit? Fantastisch. Het is echt weer een goed gevoel. En ontvangst van het publiek was ook tof. En mooi om mee te maken. Ja, voordat je het veld op ging, een hele innige omhelzing met Vaclav Černý. ja, hij was blij voor me. En dat is hartstikke mooi, zeker. Ja, want jullie waren al goede vrienden, allebei er een tijdje uit geweest, helemaal naar elkaar toe gegroeid. Hoe was die periode voor jullie samen en ook uiteraard voor jou vooral? Ja, het was voor allebei lastig. Hij heeft in Antwerpen gerevalideerd. Dus toen waren we niet dat we met elkaar trainen. Zijn laatste fase wel. Toen kwam hij ook bij Ajax. En toen hebben we samen getraind. En natuurlijk dan praat je over dat soort dingen. Wanneer je weer terug bent. Wanneer je weer op het veld staat met de groep. Daar hebben we zeker wel steun aan elkaar gehad, denk ik. Ja. Want wat kun je behalve met elkaar praten nog meer aan elkaar steunen in zo'n fase? Elkaar opheppen. Soms heeft iedereen natuurlijk wel zijn mindere dag erbij. Dan zeiden we gewoon tegen elkaar, gewoon even je best doen nu en stoppen met zeuren. En dat soort dingen, weet je, pep je elkaar gewoon op. Ja. Het was voor velen een beetje een verrassing dat jij sowieso weer bij de selectie zat. En wanneer wist jij dat? Gisteren pas, ja. Dus gisteren kwam trainer naar me toe en zei dat hij bij de selectie zat. Dus dat was hartstikke mooi. Dan hoop je natuurlijk dat we voorkomen en, en dat het alles allemaal goed gaat. Dat was vandaag zo en toch wat minuutjes meegepikt. Ja. Dus jij in de rust nog even op die tafel geslagen van jongens, wel doorgaan nu? Ja, ik had het vanaf het begin al gedaan. Hè. Ja, dan mag je weer in. Je zei het al, de ontvangst van het publiek was prachtig. Kun je eens beschrijven wat er dan door je heen gaat? Ja, toen ik het veld op kreeg, of toen ik het veld op rende, kreeg ik meteen kippenvel. Het was echt een mooi moment. Veel applaus en het was hartstikke mooi. Is zo'n donkere periode dan ook meteen vergeten? Nee, dat denk ik niet. Ik ben wel blij dat het er nu zeg maar op zit. Maar goed, vergeten niet, nee. Ja, je hebt een paar minuten gespeeld. Hoe voelt het in het lichaam? Voel je dat dan ook meteen? Nee. Zo snel gaat het niet. Ik heb ook gewoon met de groep meegetraind. Dus ik begin niet helemaal vanaf nul. Maar dat ik nog geen 90 minuten kan spelen, dat is wel logisch, denk ik. Ja, minuten maken kan helaas voor jou ook niet meer in jong Ajax. Want daar ben je net te oud voor. Dat zal voor jou die aanpassing van de regels. Zou je met veel vervelende gevoelens naar gekeken hebben toen dat werd aangepast? Zeker. Dat is balen voor mij. Zeker omdat ik uit zo'n lange blessure kom. Maar goed, het is niet anders. Omdat we zo'n druk programma hebben, denk ik dat de oefenwedstrijden ook lastig is. Dus vandaar moet ik het met dit soort minuutjes doen. En ben ik hartstikke blij mee. Ja, het zijn je eerste minuten, dus je zal nog niet gesproken hebben over posities. Je kwam er nu in als middenvelder. Dat moet je ook extra goed doen. Dat is de positie waar je altijd van zegt, daar speel ik het liefst. Ja. Ja, nee, ik heb, of trainer heeft het ook aangegeven. Kijk, ik kan op meerdere posities. En vandaag was het op het middenveld. En dat was hartstikke lekker.